Hallo, ik ben Chloe. Ik ben sales consultant bij Umbrosa. Umbrosa ontwerpt, produceert en verkoopt de mooiste parasols ter wereld. En dat doen we vanuit onze vestiging hier in Roeselare, België. We doen dat ondertussen al naar meer dan 80 verschillende landen over de hele wereld. Ik vertel jullie heel graag iets meer over onze Infina-collectie. Onze Infina is een minimalistische designparasol, een centrale stokparasol. En een heel groot pluspunt van de Infina is dat je dus geen baleinen ziet. Om hem te sluiten, haal je eigenlijk heel gewoon het touwtje dat mooi weggewerkt zit in de paal, uit de paal. Je klikt het touwtje los en je sluit de Infina. Om hem opnieuw te openen, neemt u het touwtje vast. U trekt eraan. En u hoeft zeker niet te aarzelen. Je mag heel goed strak trekken, zodat het doek mooi strak staat. Vervolgens laat je het touwtje glijden in de paal. En zo is de Infina klaar om te gebruiken. Je ziet dat de Infina een klein beetje onder een dakje staat. Dat is volledig normaal. Dat is de bedoeling om een vlotte afwatering te bekomen en ook omdat hij dan op die manier nog windvaster is. Er zijn twee verschillende voeten beschikbaar voor de Infina. De medium flat base en de medium tegelvoet. Beide voeten worden steeds geleverd met vier zwengbare wieltjes die een rem hebben om ze te deblokkeren of te blokkeren. Op die manier kan de parasol heel gemakkelijk verplaatst worden, maar kan hij ook opnieuw vastgezet worden als er iets meer wind is of zo. De medium flat base heeft een gewicht van 50 kg, terwijl de medium tegelvoet een gewicht heeft van 120 kg. Uiteraard kan de Infina ook bevestigd worden op een vaste ondergrond. Dat kan met de bijgeleverde steun. Die zit er altijd bij, daarvoor hoef je niks extra bij te bestellen. Als je de Infina wil bevestigen in een zachte ondergrond, zoals gras, dan moet je een kleine put maken, daar beton in doen en dan heb je het betonanker nodig. Dus dat moet je er dan wel bij bestellen. De Infina komt ook steeds met een bijgeleverde beschermhoes. Wij raden aan om die te gebruiken, alleen al om je doek veel langer mooi te houden. Ik zal eventjes tonen hoe je het best en het makkelijkst de hoes over de parasol doet. Sluiten hadden we al gezien. Dan neem je de bijgeleverde strap. En je doet die eigenlijk zo strak mogelijk rond de parasol. Hoe strakker je hem vastmaakt, hoe makkelijk het zal zijn om de hoes er rond te doen. Dan neem je de hoes. Die heeft hier rechts een glasvezelbaleien, links niks. Je neemt die in de twee handen. Je ziet dat er hier ook een etiket in genaaid zit. Hierachter zit eigenlijk een zakje waar je de strep kan indoen, zodat die zeker niet verloren gaat. En op die manier haal je de hoes over de parasol. En sluit je hem op die manier. De hoes is gemaakt uit een waterafstotende stof. Ze is niet waterdicht. Dat is echt wel zo bedoeld omdat er lucht nodig is om schimmelvorming in vochtig klimaat te voorkomen. U ziet het, functionele schoonheid. Dat is wat een Umbrosa parasol onderscheidt van al de rest. Voor verdere vragen of zo kan je steeds bij mij terecht. Ik ben Chloe en samen met jou maak ik er heel graag een groot succesverhaal van.